Goedemorgen. Kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven west- en Noord-Nederland en weinig bewolking boven de rest van het land. In het zuiden en oosten begint de dag met zon, in het noorden is het ronduit wisselvallig met talrijke buien en dan zijn ook nog eens een krachtige tot harde westenwind. De buigheid breidt zich geleidelijk over het midden van het land uit, ook over het oosten. En in het zuidoosten daar valt het met het aantal buien mee. Daar overheerst het droge weer en valt slechts een enkele bui. Daar houdt de meeste zonneschijn, temperaturen daar 17, misschien 19 graden. En in de rest van het land amper 17 graden. Vanavond neemt de wind dan wat af, de buigheid wordt ook minder, maar helemaal droog wordt het niet. En ook in de nachtelijke uren blijven buien mogelijk dan van de kustprovincies. Morgen overdag breiden die buien zich weer over het hele land uit, kan het opnieuw bij onweren, net als vandaag. En de temperatuur blijft magertjes, 16 tot 18 graden. De wind neemt wel een fractie af in vergelijking met vandaag. Woensdag neemt de wind nog iets verder af, wordt het aantal buien ook minder en kan de temperatuur weer iets opklimmen naar 17, misschien 18 graden. Bovendien schijnt de zon vaker. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig weer met te lage temperaturen voor deze tijd van het jaar. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.